We leven in een welvarend land, een goed gevulde bankrekening, goed verzekerd enzovoort. Althans, dat denken de meeste Nederlanders en misschien ook wel de meeste inwoners van de Krimpenerwaard. Maar is dat wel zo? Vandaag heb ik Marie Holst bij mij aan tafel in de studio en met haar ga ik het hebben over de Stichting Urgente Nood. Welkom in de studio, Marie. Ja, leuk om uitgenodigd te worden, bedankt. Ja. Bij deze. We doen het graag. Um, nou, het is natuurlijk wel een onderwerp wat heel erg uh, ja, op dit moment uh, actief nee, is. Ja. Uh, want waarom is eigenlijk de SUN, de afkorting van Stichting Urgente noden, ontstaan? Die is uh, ooit ontstaan uh, in Amsterdam, waar dus een soort armoedefonds was, uh, die urgente noden lenigde. Dus je kunt het vergelijken met de diaconie van de kerk en zo. En langzaam maar zeker is dat uitgespreid over heel Nederland. En vanuit die oorspronkelijke, zeg maar, eerste sun ja. hebben ze toen overal in Nederland gemeenten benaderd of het niet iets was om ook in zo'n gemeente dat op te richten. Want hoeveel zijn en er? En van nu van heb -organisaties? je er 28 in Nederland. En er worden nog wel steeds nieuwe opgericht. Heel verschillend in grootte ook wel. Niet, we zijn niet echt met een streng format, maar ook kun je je eigen regionale kleur eraan geven. Dat is natuurlijk ook uh, uh, mooi van de Sun. Uh, het is echt uh, op maat, zou je kunnen zeggen. Ja, want wat, wat doen ze precies? Uh, wat we precies doen is hulp bieden en zo nodig binnen 24 uur financiële hulp. Uh, op momenten dat er niets anders voorhanden is. Dus echt uh, nood dat je zegt: van nou, daar moet snel iets aan gebeuren. Uh, en er is geen andere mogelijkheid, geen andere regel, geen bijzondere bijstand of leergeld of de dioconie van de kerk. Die zien dat even niet zitten. Of en dan kan een hulpverlener bij ons aankloppen en dan kunnen wij kijken of het past. En dan ook, al moet het zelfs dezelfde dag, die hulp ook bieden. Ja, maar, maar er zijn toch nog veel meer van zulke organisaties? Nou, of? er is natuurlijk een heleboel. Je ziet uh, zeker uh, in het licht van uh, de toenemende armoede uh, aan de ene kant, de rijkdom aan de andere kant, wat je al zei, uh, zie je dat er natuurlijk wat meer initiatieven zijn. Uh, maar die hebben toch allemaal zo hun eigen kleur. Ik noem maar wat, uh, uh, je hebt een kledingbank waar mensen ja. voor kleding. Je hebt een voedselbank waar onder bepaalde criteria mensen hun voedsel kunnen halen. Je hebt de bijzondere bijstand, maar lang niet iedereen. Heeft recht op bijzondere bijstand. Je hebt de stichting Leergeld. Om naar wat waarde. voor school. Ja, en bijvoorbeeld Humanitas. Humanitas heb je nou, uma, ook. Ja, maar Humanitas biedt geen financiële hulp. Maar is een van onze belangrijkste partners. Zou je kunnen zeggen. Hier ook in de krimpende waard. Maar die bieden ondersteuning. Dus Humanitas is een hulpverlener. Die... Met jou kijkt of je kan besparen. Hoe je je financiële situatie weer op orde krijgt. Of die je helpt om bij de gemeente in, uh, in de schuldhulpverlening te komen. Nou, noem maar op. Ja. Maar ze hebben geen potjes om dus hulp te verlenen in de vorm van materiële hulp. Ja, Een uh, schuldhulpmaatje, net ja. zoiets. Dat klinkt of dat die dus... Uh, ...willen bieden misschien in geld, maar schuldhulpmaatje helpt je om inzicht te krijgen in je financiën... ...en om te zorgen dat je schulden op de een of andere manier verdwijnen en opgelost worden. Is er dan een urgente nood, is misschien best een goed voorbeeld... ...dat uh, uh, schuldhulpmaatje heeft een nieuwe cliënt of humanitas... Uh, ...die gaan proberen alles op een rijtje te zetten wat er is... En die constateren dat er echt toch op enig moment uh, een wasmachine moet komen. Ja, dat Want is het dat uh, de zorgen zo groot zijn en de mensen altijd geen wasmachine en tobben met de hand en het gaat allemaal al boven hun hoofd, groeit het uit. En dan bellen ze naar ons en dan zeggen ze: van, joh, zus en zus en zo. En zouden jullie een wasmachine kunnen financieren? Nou, dan uh, gaan wij aan de slag. We hebben met een aantal leveranciers hebben we dus afspraken. En dan uh, wordt er door onze wasmachine bekostigd. En is het dan zo dat als die wasmachine dan uh, gekocht is... Um, nou, Even nog weer terug. Want hoe komen ze met jullie in aanraking? Is het dan altijd via-via? Wij of? hebben een coördinator. Dus uh, weliswaar natuurlijk voor een beperkt aantal uren per week. Maar die is ja. wel iedere dag een poosje beschikbaar. Zij nemen contact op met de coördinator. Vaak eerst van uh, even toetsen van... zou ik hier een aanvraag voor kunnen doen? Nou, die bekijkt dat even. En vervolgens, als dat uh, groene licht er is... dan komt die aanvraag uh, met toestemming van degene waar het wordt aangevraagd. Hè. Dus, uh, ja, het is het, niet stiekem. Het, het is niet, niet stiekem, nee. want er moeten ook wat natuurlijk, financiële overzichten en zo... En de coördinator zorgt dan dat de wasmachine er komt of dat het geld er komt. Dat gaat dan naar de hulpverlener. Die betaalt dus uh, de dingen ja, die, uh, nodig zijn. die nodig zijn. Dus de, zeg maar de, degene die hulp zoekt, krijgt dan niet zelf het geld, maar het wordt betaald door de hulpverlener of door ja. ons. Wat betreft die financiële hulp, is het dan ook zo dat een cliënt het terug moet betalen? Nee, een gift is bij ons een gift. Een enkele keer als bijvoorbeeld er bijzondere bijstand is aangevraagd. en dat duurt heel lang voordat er een beslissing is genomen. is wel de afspraak. we betalen het gelijk. Ja. Want nood is nood. Urgente nood. Ja. Maar mocht dat geld alsnog door de gemeente dan worden teruggestort. dan krijgen wij dat terug op onze rekening. Maar normaal gesproken, een gift is een gift. En als het, uh, maar waar halen jullie dan eigenlijk het geld vandaan? Wij hebben gelukkig een aantal landelijke fondsen. Onder andere, onze, een grote, wij zijn in uh, door Schoonhoven is de Krimpenwaard een commanderij en de Duitse Ridderlijke Orde die uh, geeft ons ieder jaar een redelijke gift en, al, en de kerken, onze, heel wat kerken die een collecte of een keertje via de diaconie. Ja. we krijgen ook wel particuliere giften. En alle giften, dat wil ik toch wel even duidelijk zeggen, die, dus wat wij binnenkrijgen aan, aan van fondsen en zo, ja. dat gaat 100% naar de mensen die nood, nood hebben. hebben, die die aanvragen. En we hebben een coördinator voor een paar uur per week. We hebben natuurlijk wat bureaukosten, telefoon, computer, noem maar op. Maar heel en dat betaalt de gemeente. Oh, dat betaalt dus de gemeente. Het, dat is echt ook het systeem van de ZUN. Alle geld wat binnenkomt is voor de cliënt. Het is dus een samenwerking met een gemeente die dan de overheid betaalt. Ja. En eh, ik moet zeggen, nou, daar is de gemeente Krimpenwaard echt eh, heel goed in. Dat was ook helemaal geen probleem. Eh, we hebben goede samenwerking. En, uh, nou, dat is toch ook goed om te ja. horen. Eigenlijk moet het niet dus nodig het is, zijn. Maar... Nee, maar het is dus breed gedragen. Breed gedragen. Ja. Waar kan men informatie vinden? Wij hebben een website waar natuurlijk uh, alle informatie op staat. En met name hulpverleners en raad ik aan. Heb je echt vragen, bel dan de coördinator. Dat telefoonnummer dat vind je ook. Dus Frank Timmer woont in Schoonhoven. Die is altijd bereid om een keer een gesprek aan te gaan. Dingen uit te leggen. Uh, voor een team een presentatie te geven, zodat iedereen goed weet waar die terecht, terecht kan. kan. En mocht je zelf nood hebben, zoek dan een hulpverlener Ga naar de Welzijnstichting of naar een maatschappelijk werk of naar de gemeente, want ja. die stuurt ook wel, die regelt dat ook soms met ons. Uh, dus trek vroeg aan de bel. Ja. Het geld is er. Ja. Dus, uh, zelf kunt u geen contact opnemen met ons, maar zoek dan een hulpverlener. Ja. Dat is een hele mooie stichting. En ja. eigenlijk zei ik al: van, het moet niet nodig zijn, maar nee. jammer genoeg ja. is dat zo. Dus uh, daar zijn jullie voor. Nou. Dank je wel voor de uitleg en dank je wel voor je komst.